Good morning, it's Visya Hurlana. Today we're going to do a Dutch talking video. This is the first one this year, what I've done on my channel. And I'm here with Nicolene, one of my friends. Yeah, with Nicolene. And yes. Are we really going to talk in Dutch? Yes. Okay, then we're gonna and then we're going to move on to Nederlands. Kijk. Nou, daar gaan we dan. Gaan we in het Nederlands. Ja. Zo, ik heb allerlei dingetjes meegenomen. Ja, dat is wel mooi. Allemaal dropjes, Nederlandse dropjes. We gaan Nederlandse drop proeven. Ja. En waar wil jij mee beginnen? Welke wil jij? Ik denk dat we eerst met die beginnen. Deze? Ja, die denk ik, ja. Zou laten zien aan de mensen. Oh ja, dat is goed. Ja, zo ziet het eruit. Weet je dat ik eigenlijk niet zo heel goed weet hoe deze heette? Oh nee? Het is een dropje met een vulling. Ja? Een beetje een zoetige vulling. Zoete vulling. En we hebben een bruine en een witte vulling. Oké. Okay. Nou, ik neem de bruine voor de grap. Ik neem de witte dan. Klaar voor? Cheers. Cheers. Zo, ja, kijken. Nou, proeven. Hallo. Ben je taai? Ja, ik probeer wat te kouwen met mijn tanden. Maar wel lekker. Ja, ik ook. Ik vind het binnenste lekkerder dan de buitenkant. Ja. Hoe moet je dat beschrijven hoe het is? Ik kan. De buitenkant is echt drop. Een beetje de drop van Engelse drop. Mm. Ik weet niet of je de Engelse drop, een beetje de buitenkant. Ja, dat proeft het naar. Smaakt een beetje die Engelse drop. Mm-hmm. Ja. Ja. Mm. Een dropje wat lekker is. Als ik zou zeggen, neem een dropje van Nederland, zou ik die niet nemen, denk ik. Nee, niet nemen? Niet nemen. Welke hij is wel lekker, maar ik zou hem niet aanbevelen. Nee. Welke cijfer zou je geven? Ik geef hem een 7. Mm. Out of 10. Ik denk een 6. Een 6? Ja. Maar ik neem hem straks nog. Ja, neem jij die. Jij mag de volgende aankiezen. Visjes. Oh ja, visjes. Die heten volgens mij dropharingen. Dropharingen? Ja, het is een vis. Ze zien er niet uit als een haring, maar ik weet wel dat het een van mijn favorieten is. Je mag er eens pakken. Hoe ziet het eruit? Oh ja, ik ben helemaal professioneel. Laten zien ook en alles. Ik vind deze heel lekker. Deze is beter. Lekker. Deze vind ik wat zachter. Lekker. En niet te zoet. Nee. Mm. Ja, deze krijgt van mij een goed nummer. Ja, welke zou jij geven? Ik geef deze zeker een 8. Oh ja. Ja. Ik ook 8. Hey Lana, wanneer eet jij nou? Wat is jouw favoriete moment om een dropje te eten? Oh, dat is een goede vraag. Wanneer? Als we ergens naartoe gaan met de auto of zo. Ja, en dan achter in de auto zo lekker zo'n dropje. Of in de kerk of zo ook. Weet je wat ik... En jij? Ja, van mij is het na het warm eten. Oh, na het warm eten? Ja, heb ik warm gegeten en denk ik, ik wil een dropje. Ja. Oh. Maar ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik denk dat ik zo ben opgegroeid. Want vroeger gingen we warm eten, daarna mocht ik altijd nog even buiten spelen. Ja. Moet je een dropje voor onderweg? Ik denk dat de tafel daar komt. Ja, dat kan ook. Ja. Nou, de next one. De volgende. Ja, deze zijn volgens mij boerderijdropjes. Boerderijdropjes? Ja, die zijn eigenlijk in de vorm van de dieren op een boerderij. Oh ja? Ja. Dit is volgens mij een hele bijzondere boerderij. Het is een aap. Een aapie? Een aapie. Dat is wel grappig, hè? Ik haal zijn hoofd eraf. Ik ga het proberen. Oh, ik hoop dat ik het heel hard. Ik heb hem zijn hoofd eraf gedraaid, zo. Kan je ook doen met drop, hè? Stukjes eraf draaien. Ja. De meeste mensen, de Engelse mensen of zo, houden niet van drop, hè? Oh nee. Ik zei het net tegen die vrouw in het café: wil je nog een dropje? Oh nee. I don't like licorice. Nee? Het is echt Holland. Ja, het is echt Holland. Je moet echt Holland zijn.
Of half Nederlands of gewoon... Ja, want anders dan, je bent er niet mee opgegroeid. En als je er niet mee opgegroeid bent, dan vind je het een hele rare smaak. Smaak, net zoals Vegemite hier in Australië. Inderdaad, ja. Inderdaad. En wat voor cijfers geef jij die? Nou, geef jij vind ik ook lekker. Ik denk een 8. Ja, oh mooi. Maar ik vind hem wel chewy. Chewy. Chewy hard, ja. Ja. Ik ook. Oh. Deze. Weet je nog hoe die heet, Lana? Nee. Kokintjes. Kokintjes heette deze. Dat is wel grappig. Laten we proberen. Proost. Proost. Dit is mijn eerste video in Nederland. Oh, leuk. Ik ben helemaal zo een première dan. Ja, mooi hè. Leuk. Misschien volgt er nog wel één. Ja. Je zit hier ook een beetje in de shade. In de schaduw. Ja, is een warme dag. Je kan het ook zien. Ik ben helemaal warm. Weet je nog hoeveel graden wordt vandaag? Ik denk zo rond de 32. Oh, ja. Oh, deze zijn lekker. Ja, deze vind ik ook wel lekker. Ik zal het even laten zien. Wat geef jij voor cijfer? 7. 7? Mm-hmm. Oh nee, ik ga voor een 9. 9? Ja, echt lekker. Ja, dit neem ik sowieso later dan. Ja, dat is goed. Ik heb eigenlijk heel veel dropjes gekocht. Dus misschien dat je er nog meer thuis kan uitdelen. Oh, ja, ja. Aan je Hollanders. Of we gaan mensen laten introduceren aan de... Met dropjes. Ja, dat is wel een goed idee. Ja. Oké. Okay. Ja, nu komt hij, hè. Wat staat erop? Voor het rondzien. Nou, ik laat je verrassen, maar hou je vast. Dat vind je niet zo? Of? Hou je vast. Ik ga je verrassen. Oké. Okay. Ik weet niet of ik hem echt helemaal kan nemen. Oh, maar nee? Ik moet het doen. Oké, okay, hier gaan we. Oké. Okay. Oh. Ja. Het is Oeh, dat is heel zoutig. Triple zout. Oh. Ik weet niet of ik kan eten. Ik neem een stukje. Oh, dat is fout. Maar voor, nou, ik dat geeft het wel een 2. Ja, als geen 1 is. Nee, ik ga een beetje mee. Straks koffie. Ja, dan gaat het nog wel. En dan hebben we nog de laatste. Dat is een Zenko. Wanneer was die eerste keer dat je ooit erop hebt? Ik denk dat ik echt heel klein was. Ja? Ik moet echt iets van, nou, wanneer kan je erop eten? Als je 2 bent? Ja. Ja, echt mee opgegroeid. Ja. Altijd erop in huis. Zo'n grote pot met dropjes. Ja. Ook weggeven aan mensen en altijd erop. Ja, maar hier moet je echt op zoek naar erop, hè, in Australië. Ja, want je kan niet zomaar kopen. Wist niet precies hoe oud ik was, maar... Hier gaan we hoor. Ik ben benieuwd. Idee. Ja, ik heb geen idee. Het zijn wel heel zacht. Ja? Oh. Ik vind de zachte lekkerste. Ja, ik ook. Zachte. Ik ben niet zo van de harde... Beetje zout. Dit is beter dan die. Zacht en zout zijn deze. Ja. Van Venco. Oh, Venco. Venco is een heel beroemd dropjesmerk in Nederland. Ja, mensen thuis, als jullie nou willen dat wij nog een keer terugkomen, laat het even weten in de comments. In de comments, ja, inderdaad. Dan regelen we nog wat een keer. Ja, als jullie het ook de waard geven. Ik vind dit leuk. Dat is leuk, hè? Ja, heel leuk. En kom, normaal doet het een paar takes of zo, maar daarna ben je eraan. Ja, en dan ga je ook gaan eigenlijk wel heel goed. Ja, heel goed. Nou, bedankt allemaal. En ik hoop dat jullie me nog een keer willen zien. Tuurlijk. Hoe het in de comments. Give a like voor Nicolien. Bye lieve mensen. Doei. Bye bye. Tot de volgende keer. En blijf te volgen, hè. Blijf te volgen. Dank je. Dag.